Afgelopen week hadden wij Nicolien Hummel voor de microfoon tijdens de première van Krijmelas Oorlog. We waren benieuwd voor welke ijssmaak zij zou smelten. Nicolien, kei moeilijke vraag. Het is zomer, een ijsje gaat er bij mij altijd in. Hoe zit het bij jou? Het zal wel zijn. Helaas wel. Meer dan één ook. Ja. Zou je er een moord voor begaan? Het komt in de buurt. Ik eet er te veel, vind ik. Maar in de winter nooit. Ik vind, ijs in de winter, dat gaat niet. Maar in de zomer is dat onmisbaar, hè? En wat voor ijsje is dat dan? Goh, ik ben nogal klassiek, denk ik. Chocolade en mokka vind ik ook heel goed. Geen vanille. Nee. En hoeveel bollen zijn dat? Wat mag daar nog bij zijn? Dat zijn niet zoveel bollen, hè? Nee, maximum 2. En eigenlijk moet daar niks bij. Zo gewoon zo the real deal. Zo. Geen koekje, geen chocolade, geen slagroom? Een koekje, dat mag. Slagroom, nee, dat hoeft niet. Nee. Slagroom is op een wafel. Dat is voor de winter. Ah, dus je hebt echt een gescheiden voedselketen in de zomer en de winter? Ja, 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 volledig gescheiden. Dus in de zomer zijn dat ijsjes en in de winter zijn dat wafels met slagroom. Koffie gaat altijd trouwens, dat is heel raar. Nicolien, waar ben jij momenteel mee bezig? Ik ben met van alles bezig waar ik nog niks over mag zeggen. Maar dat hoor ik nu al maanden. Ik weet het. Tot mijn grote frustratie moet ik dat ook al maanden zeggen, ja. Dus het belangrijkste of het grootste nieuws, zeg maar, is nu uitgesteld tot ergens begin september. Ga ik daar zelf pas iets over horen. Dus dat is even afwachten. En in de tussentijd zitten er wat kleine dingetjes tussen. En ja, binnenkort de repetities met de Sven voor het volgende stuk. Ja. Maar ja, dat nieuws dat er nog aankomt in september, gaan we het in september weten, denk je? Ik hoop dat. Ik hoop echt dat er dan een definitief antwoord is. Want ik vind het zelf heel vervelend dat ik altijd maar moet zeggen, ja, ik kan daar nog niks over zeggen. Dus laat ons hopen. Ja. TV? In die richting. In die richting? Ja. Geen theater. Theater is dat is in het najaar. Dat is hier bij de Sven in het najaar. Ja, familie was het niet, dat had ik al eens gevraagd. Nee, je gaat het nooit raden. Echt niet. Nee. Ik ga het nooit raden, dus het is iets nieuws. Ja, het zou iets nieuws zijn, ja.